Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSP de Valmore. Dit is Wim, dat is Pietert. En dit is een Touran 2011. Die hebben ze juist gecontroleerd en het regent. Het is niet zo schoon. En jij gaat instappen. Oh, daar ging we bijna in zijn achteruit, was hij bijna kapot. Ja, want 2010 moet ik zeggen, want ja, officieel is het bijna een 2010 model. Dat wist ik zelf ook niet hoor. Ik weet waarom die zo snel gaat, en dat is omdat dit aan staat. En dat moeten we niet hebben. Jullie vroegen dat, of een paar mensen vroegen dat, haal alsjeblieft de oude Touran terug. En ik vermoed dat dat deze was en niet het oude model van die, want ik had laatst een ander model van de Touran 2016 erin gezet. En toen zeiden jullie ook allemaal nee, we willen de oude terug, maar dit, ze bedoelen echt denk ik de oude. Dus vandaag gaan we met deze op pad en ik vind hem altijd wel vet. Ik vond hem altijd wel vet en nog steeds wel. En ja, dat is mijn collega die zag dat daar een zak afval op de straat werd gegooid door het voertuig hier zo. Dus gaan we eens even een stopteken geven en uitleggen dat dat niet de bedoeling is. Ja, voor de rest, ik weet ook niet of mensen misschien bedoelden het 2007 model, dat is nog een ouder model. Maar ja. We doen het vandaag gewoon met deze, want ja, deze vind ik wel vet. En we gaan even snel deze meneer aanspreken. En die staan we weer te dichtbij. En dan krijg je weer deze. Hallo. Heeft u maar een rijbewijs meneer. De reden van de staande houding is het feit dat u net blijkbaar wat afval uit het voertuig gooide. Mijn collega viel dat op. Dat kunnen we niet niet vragen. Daar gaat hij van mij wel een bekeuring voor krijgen en we gaan even kijken wat dat of dat ergens onder valt. Nou, dat ja, misschien dit. Nou, dat is het niet hoor, maar dan ga ik hem wel op deze schrijven. Onverzekerde lading staat er, ja, letterlijk, maar je, of ja, niet letterlijk, maar hij heeft het eruit gegooid. Er staat niet echt een offensive, zeg maar, een iets waar je hem op kunt schrijven wat past bij het weggooien van afval. We gaan het schrijven, want het regent. En ja, nu heb ik daar natuurlijk geen last van, maar Wim wel. En Pieter het ook. Dus meneer, u krijgt een bekeuring voor en officieel hadden we waarschijnlijk even moeten vragen of die het ook weer even willen oprapen. Ondanks alles ook een fijne dag. Kom Pietert. Instappen Pietert. Wat een Nederlands weertje zullen we maar zeggen. Laat me een pre-way melden. Nou, pre 2. En dan gaat een inbraakalarm af. Dus we gaan er wel even snelheid naartoe maken. En gebruik maken van een vrijstelling. En daar zetten we wel op bepaalde punten even blauw aan. Omdat natuurlijk met dit weer misschien wel minder goed zichtbaar is allemaal. Dat gaat hem niet worden zo. Ik wil er tegengesteld gaan rijden. Oké. Okay. Prima, prima, prima. Gaat keigoed hier. Oh, 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 oh. Dat was een beetje wielspin of zo. Blauw gaat uit.
Doorrijden, doorrijden, doorrijden. Te plaatsen voor de 12-0-1. De poort gaat open, weliswaar via deze weg. Hier staat een voertuig, die zetten we meteen even klem. Ah, wacht. En die zoeken we ook even in het systeem op. Zit niemand in? Ik ga het volgende kenteken voor u natrekken. 4, 9, Fox, Yankee. Die is niet Alpha, verzekerd. 8, 4, 1. Mijn collega en ik gaan... Hier ligt iets. Rapen het gewoon op, is evidence. Een lege zak afval. Nou, dat is niet echt evidence natuurlijk. Het zou natuurlijk ideaal zijn als ik tegen mijn collega kon zeggen, ga jij linksom, ga ik rechtsom. Is ook nog aanwezig. We gaan uiteraard ook nog even bij de voordeur. Naar binnen of aanbellen of hoe je dat ook wil noemen. Oh, hier staat wel iets, ik weet niet wat het is. Een golftas. Citizens report a suspicious vehicle, a black Cheval muscle car 800 in target vehicle license plate. Hier is niks, deur is dicht. We hebben een zak gevonden met spullen die dus mogelijk wel uit dat voertuig of uit dat huis komen. Als ik het goed las, een bag with valuable evidence of zoiets. Een zak dus met waardevolle spullen, beter gezegd. Het is raar als hij voor de deur blijft staan. Misschien tot ze argwaan hebben gehad en tot wij dus dat ze weg zijn gegaan door ons, maar dan hadden we ze wel moeten tegenkomen. Maar dit is nu een zwart voertuig gespot wat is weggereden voor ons. Of in ieder geval weggereden vanaf het huis. Sorry. De Volvo zit er misschien al achter zelfs. Ik zie dat. Ja, dat is deze wel. Toch? Ja, dat is deze. Dit is het voertuig dat mogelijk is weggereden bij die inbraak. Dag mevrouw. Hi. Voor mij een rijbewijs. Wat heeft ze in de handen? Een lamp. Zijn dingen bij die je bij mag hebben? Niet dat ik weet. Vind je het oké dat ik het voertuig ga doorzoeken? Nee, waarom? Oké, nou goed, we gaan het gewoon uitleggen. De reden van het van de controle is omdat u mogelijk bent gezien bij een woning waar vermoedelijk een inbraak is gepleegd. Dus dat is wel een beetje raar natuurlijk. Mag voor mij even uitstappen. LSPD, don't make me shoot you. En op basis van het feit dat wij dus verdenkingen hebben, gaan we u wel even fouilleren. Oh, we kunnen natuurlijk zo nog praten. Wat deed u daar dan? Ja, ik weet mijn rechten, ik wil met een advocaat spreken. Nou goed, dat hebben we gedaan. Misschien krijg je nu een andere ID. Nee, hetzelfde. En een vrouwelijke collega vragen en die gaan we even haar laten fouilleren. En ondertussen, nogmaals op basis van het feit dat wij dus verdenking hebben, gaan wij het voertuig wel zoeken. Volgt hier een eerst dat je bericht voor alle wagens, de bericht voor alle wagens. Stop. Ja, nu is de kans aanwezig dat... Nee, dames.
dat als ik nu vraag pat down by my buddy, dat alsnog wordt gefouilleerd door die collega. Ja, zie je. Het idee was er. Snappen jullie? Het idee was er. Ik weet niet hoe we doen. Ja, maar het kan wel trouwens het voertuig... safe, expensive looking. Zo, geen idee wat het is. Wat ik wel weet is... dat ik niet zomaar mag zeggen van dat is wel van haar, dat is niet van haar. Op basis van hoe ze uitziet of welk voertuig ze rijdt. Ze kan best... kostbare spullen bij zich hebben waarvan jij misschien denkt of ik misschien denk dat kan ze helemaal niet betalen. Ik vind in ieder geval wel verdacht, ze heeft dus ook zo'n vaas vast. Ik ga haar aanhouden op basis van verdenkingen van inbraak, heterdaad en diefstal. Zij is niet tot antwoord verplicht, heeft rechter, maar advocaat die willen ze ook, dus je gaat ze ook krijgen op bureau. Het is niet helemaal heterdaad. Het voertuig gaan we ook trouwens wegslepen, mevrouw, zodat we die nog even goed kunnen bezoeken, doorzoeken. En omdat ik niet weet hoe ik moet fouilleren. Of doorzoeken van het voertuig. Heb ik altijd geweten, was via de H. Maar nu dus niet meer. Ik denk wat we kunnen stellen, eindgoed, al goed, eenmaal aanhouding. We hebben evidence opgepikt. Deze melding is ten einde. Goed werk. Dank u. We gaan verder. We have a Grand Theft Auto in progress on South Mo Milton Drive. Een prewij naar een voertuigdiefstal van een vrachtwagen. Ik kom dus hier wel ergens tegemoet gereden. Is het te zien? Die rijdt redelijk hard als ik het zo zie. Ah, dat is cool blue busje, dat scheelt. C-achtervolging. Nog één eind erbij. Het is niet verkeerd om zo'n busje te jatten, niet dat je dat nu moet gaan doen, maar er zit natuurlijk als goed is best veel elektronica achterin. Ja, we gaan naar de snelweg inderdaad. Proberen klem te zetten voordat die snelweg op kan. Of ik probeer hem van de snelweg af te laten. Hij lijkt niet te stoppen. Ik kan wel proberen hem van de snelweg nu weer af te duwen, hè. Dat is wat veiliger. Ja. Nee, trouwens, dat is niet veilig. Ik weet het niet. Als iemand eenmaal op de snelweg zit, geloof ik, dan willen ze hem er niet af hebben. En als iemand... ja, ik weet het eigenlijk niet. Misschien is het wel veilig om op de snelweg te blijven. En nog één erbij vragen.
En haar kanaalgebied ook. Oh shit. Vito neemt even de leiding over. En wij gaan weer inhalen. Ik ga wat proberen, hè? Maar dat is cheaten eigenlijk. Ja, het werkt. Ja, en als ik zo doe. Wacht. Dit gaat werken. Nee, dat werkt dus niet. Oh shit. Nee, dag. Stop traffic. Hij deed wel slow down. Maar bij stop traffic werkt niet. Maar dat is cheaten. We gaan hem wel op een legit manier proberen. Proberen van de weg af te krijgen. Hij ramt nu echt alles in iedereen. Eruit komen, uitstappen. Ik ben helemaal gek geworden. Zo dan. Oh, boom, 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 boom. Ja, nu is hij dood. Denk ik. Hoi. Suspect killed, ja. En dat is jouw schuld, Pipo. Ja, ja. Kun je stoer doen. En we allemaal vragen, ja zeker. En helemaal anders even direct spannen, want door de stoptraffic gaat hij ook niet doorrijden denk ik. Nou toch wel. Oké, die schrijn ik er niet uit, sorry daarvoor. En zo eindigt je achtervolging in een dodelijk ongeluk. En dat had niet gehoeven als jij, die steeds achter mij aanloopt, niet een beetje normaal reed met je volvertje. Ja, hun staan er wel een beetje hopeloos bij zo te zien. Nou. Hij gaat mee met... oh, dit gaat helemaal fout. Oh nee, toch niet. Hij gaat mee met de ambulance. Uiteraard gaat er een collega mee, een eenheid mee. Die hem zal bewaken in het ziekenhuis. En wij rijden vast door. Zodat hier alles weer... back to normal gaat. Eind goed al goed? Ja joh. Schade aan de rand? Nee, zeker niet. Hoe kan dat? Omdat we veel kogot met aan hebben staan. Niet door vertellen. We kan dus nog even één melding mee en dan was het een video met geloof ik met 3 meldingen, maar wat langere meldingen waardoor het alles te lang wordt. Nu zul je mij veel te blij horen roepen. Maar dat was één. Nou ja, oké, ik denk heel verkeerd nu. Maar dat was eigenlijk eerder omdat ik deze melding nooit gehad had. En meldingen die ik nog nooit heb gehad, die zijn altijd leuk. Want die weet je niet hoe die gaan eindigen. En dan weet je begot niet dus hoe het gaat lopen. Dus daarom dat ik zoiets heb van leuk, die gaan we aannemen. Het is dus iemand die dingen doet bij iemand anders wat niet gewenst is. En dat hoeft niet altijd een man bij een vrouw te zijn zoals veel mensen denken. Dat kan zo ook maar een vrouw bij een man zijn. Laten we daar even heel duidelijk over zijn. Of een man bij een man of een vrouw bij een vrouw. Ik denk wat je vaak ziet is hier ongewenst aanraken. Dat dat veel voorkomend is. Even kijken hoor.
Oeh, dat scheelde heel weinig. We hebben twee stipjes en ik denk dat één stipje niet hoort. Maar daar gaan we wel even heen, want ze hebben de stad het slachtoffer en is de verdachte rood. En mijn collega wel mee, ja. Nee, dat is... Mevrouw. Ja, die rent heel hard weg. Maar ik wil eigenlijk even met haar praten dan. Zo. Nee, niet schieten. Niet schieten. Niet... Instappen. 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 Ik zit vast. Nee. Oké, zij rent nog. Maar we gaan het wel anders oplossen. Ik weet niet of het een bug is of zo. Een bug of iets anders. We gaan wel even naar het rode stipje. Zo, ik schrom me helemaal kapot. Ja, ik had hem gezien hoor. Je hoeft niet zo'n hard geluid te maken. Oh. Come to me, you tasty lady. Nee, hallo. Oh god. Hoi. Zij hoort hier nog te staan, zeg maar. We hebben een etalage, want ik hoorde hem nog iets zeggen wat niet mag. Voor mijn identiteitsbewijs. Goed, jij bent aangehouden bij deze. We gaan met ons mee. Niet onder verplicht recht op een raadsman. We gaan dadelijk die bivak met ze afhalen. Sowieso ook niet toegestaan meer, geloof ik. En we gaan je nog even fouilleren. Want hij heeft een vergunning voor vuurwapens. Ik heb geen zin dat we dadelijk op het politiebureau zijn handboeien weer afdoen en hij ineens een vuurwapen trekt. Zoals je zag. Maar goed, dat mag je dus hebben. In Amerika is dat allemaal minder streng, zoals jullie weten, dan hier. Dus als je hier in Nederland een vergunning hebt voor een vuurwapen, mag je die sowieso niet bij je dragen, geloof ik. Op straat of in de winkel. We gaan een transporteenheid vragen en we gaan even kijken of die mevrouw nog eens rondrent. Nee. Witte stipje is gewoon een voertuig wat rondrijdt en inmiddels ook op de weg is. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. Oké. Oh, dat was mijn Touran denk ik dan. Dat witte stippie. Dat zou zo kunnen. Dat hij gejat werd. In ieder geval, zonder voertuig is het ook wel een mooi einde om te zeggen we stoppen ermee. Of een mooie tijd om te zeggen we stoppen ermee. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Of jullie een leuke video vonden. En ik zie jullie graag een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn, weet ik ook nog niet. Laat je verrassen. Doe ik ook. Tot dan. Doei.